Het maken van beter beleid op het gebied van kunst en cultuur kan de toerismesector van Suriname bevorderen, zegt kunstenaar Koert Nahar, wanneer we hem vandaag spreken bij de maandelijkse kunstexpositie in de Reditex Art Gallery. Het thema van deze maand is de huidige financiële politieke staat van Suriname en heeft een doel om door middel van kunst een beeld te schetsen over de huidige situatie van ons land. Ongeveer 16 kunstenaars hebben door middel van verschillende vormen van kunst getracht om op creatieve wijze dit doel te bereiken. De huidige politieke ontwikkelingen, maatschappij-kritische omstandigheden waar de burger in verkeert, hebben we inderdaad gemeend om bijvoorbeeld bepaalde kunstenaars die echt ook gevoelige scenario's willen aankaarten in hun werk. Daarvoor hebben we dan specifiek uitgezochte werken gekozen om dan een beetje symbolisch qua kunst het beeld te vertellen wat er gaande is hier in Suriname. Nahar stelt dat niet alleen de kunst- en cultuurindustrie bevorderd moet worden, maar ook andere sectoren die kunnen bijdragen tot het bevorderen van de toeristenstroom. Het is meer dan het helpen van kunstenaars of muzikanten. Het is werken aan het leggen van een fundament voor duurzame ontwikkeling, meent Nahar. Elk ander land waar je ook gaat, het eerste waar de toerist naar uitzoekt is om iets mee te nemen naar zijn huis als herdenking van waar hij is geweest. En dan heb je de crafters daar, weet je, die maken hele mooie kettingen of iets symbolisch. Ook de mensen die sieraden maken bijvoorbeeld, is ook een vorm van kunst. Dus dat is een goed voorbeeld dat in feite de beleidsmakers breder beleid moeten gaan maken. Omdat toerisme, je kan geen toerisme bevorderen en je biedt niks aan, aan de toerist. Weet je? En daarvoor zijn wij kunstenaars nou, maar ook de toeristen of de muzikanten, weet je, gaan maar naar Wakapasi. Overal waar je in andere straten gaat, zijn er muzikanten gewoon vrijblijvend bezig om muziek te maken en de sfeer aan te wakkeren. De expositie loopt nog deze week. In april is de focus op een ander actueel onderwerp. De verwachting is dat deze expositie zullen bijdragen aan het creëren van bewustwording over de verschillende onderwerpen die tijdens de verschillende sessies worden belicht.